zondagavond 2016. Hebben we er een beetje zin in? Ja! Fijn. Wie is hier allemaal vrijwillig? Ja. Zijn er mensen die gedwongen hier naartoe zijn gekomen? Hey. Oh, dat is grappig, dat zijn de partners van die mensen die hier vrijwillig zijn. Mijn naam is Adjust Bouwman, dit is Erik Cuperus. We gaan vast een applaus vragen voor iemand die al iets heeft gedaan. Ja. Marco van Duren. Ja. Marco, met zijn wonderorgel. Ja. Die speelt alles wat er bestaat, dat is ongelooflijk. Maar daar komen we straks wel op terug. Ja, zeker. Wat gaaf dat er zoveel vrijwilligers zijn in Haaksbergen. Leuk. Ja, nee, dat vind ik echt. Ja, ik doe alleen maar betaalde dingen, ik doe nooit iets vrijwillig. Dus, dat vind ik echt, ik ben een jaloers. Je bent wel eerlijk, ja. Dat doe je wel vrijwillig. Dat is super gaaf. En vandaag mogen wij jullie in het zonnetje zetten, maar eigenlijk wel namens de gemeente natuurlijk. Dus we gaan eens even kijken wat er zoal gebeurt aan vrijwilligerswerk en waarom en zo. Hebben jullie daar zin in? Ja, iedereen zit te popelen. Ja. Dit gaat goed. In de categorie vrijwilligersorganisatie wordt de prijs van 2016 uitgereikt aan een organisatie die midden in de maatschappij staat, die geen onderscheid maakt tussen man of vrouw, oud of jong, of tussen welke nationaliteit of religie dan ook. Een organisatie die in Haaksbergen louter en alleen door vrijwilligers wordt gerund. Een organisatie die veel organiseert voor chronisch zieken en gehandicapten. Zij haalt al 50 jaar mensen uit hun isolement en door hun een geweldige middag te bezorgen. Deze organisatie wordt in het zonnetje gezet en zet mensen thuis in het zonnetje. En omdat dit een grote prestatie is en de gasten het enorm waarderen, heeft de jury gemeend om te benoemen tot vrijwilligersorganisatie van het jaar 2016, de Zonnebloem. Afdeling Haaksbergen. Het jong vrijwillig talent is dit jaar, ondanks haar jonge leeftijd... Ja, weet je wat dat is. Nee, ze zijn allebei behoorlijk aan de jonge kant, ja. Heeft ze al een hele staat van dienst. Het vrijwilligerswerk dat zij doet, vindt zij zo leuk dat zij serieus aan een carrière switcht werkt. Waar anderen misschien zeggen dat zij mij praatjes in de eten gooit. Ja. 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 Toch weer niet gelukt, hè? Anne Fleur Kramer. Yay! Ja. De vrijwilliger die dit jaar in de prijzen valt, is een dame die al vele jaren actief is. En zoals het vaker bij vrijwilligers is, is zij niet bij één, maar bij meerdere organisaties actief. Een rode draad is de grote liefde voor de natuur. Hermien Lankeet. Juryrapport. Verrassing van de gemeenteraad van het jaar 2016 van de gemeente Haaksbergen. De verrassing van de raad wordt uitgereikt aan een persoon of groep die in het betreffende jaar iets speciaals of bijzonders heeft gedaan. De verrassing van dit jaar is een organisatie. Het bijzondere van deze organisatie is dat deze
de hele gemeenschap bindt. Met een duidelijk draaiboek weet een ieder wat hij of zij moet doen. Of het nu actieve of passieve sporters betreft, iedereen komt opdraven. Omdat binnen 8 uur een klein tialf moet worden neergezet, moet de organisatie kloppen. En het klopte. Ook dit jaar was een leger aan vrijwilligers aan het werk. Waarbij men veel steun kreeg van buurverenigingen en bedrijven. Het is altijd spannend tot het laatste moment. Want bij de laatste boring moet blijken of alle inspanningen niet voor niets zijn geweest. Of de koek en sopie, baaninrichting, wegwijzering, dweilen, EHBO en wat dan niet meer, geregeld moet worden of niet. Ook dit jaar is het weer gelukt om de primeur te krijgen en Veenoord, Gramsbergen en Noordlaren af te troeven. Een geweldige wedstrijd op natuurijs werd georganiseerd waarbij Haaksbergen volop in de belangstelling kwam te staan. Zowel regionaal als landelijk. Wij willen de werkgroep dan ook feliciteren en onze waardering uitspreken namens de raad. Gefeliciteerd, werkgroep Emon van IJs. Fleur Kramer, ja. Eerst even van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Had je dit verwacht? Nee, want ik had eerder verwacht dat Lydia het eigenlijk zou krijgen, omdat Lydia meer met het jongerenwerk doet en ik doe meer met Sterrennet. En niet echt met het jongerenwerk, zeg maar. Ik ben voor beide genomineerd, maar Lydia deed wat meer in het jongerenwerk zelf. Dus ik had meer eerder verwacht dat zij het dan zou krijgen dan dat ik het. Ik had haar ook echt heel erg gegund. Ja, maar wel leuk. En je werd dus natuurlijk genomineerd. En had je toch niet een heel klein beetje dat je dacht van, wie weet, toch nog wel? Ik kreeg die brief thuis en toen, ik wist al dat Bart mij had genomineerd. En ik kreeg die brief thuis en toen dacht ik wel van, weet je, twee personen in een categorie, het zou kunnen natuurlijk. Maar ik had wel echt verwacht dat zij het zou krijgen. Ja. En hoe lang doe je dit werk al? Ik zit bij Sternet nu 5 jaar. En bij Skills Jongerenwerk zit ik nu een jaartje, denk ik. Ja. En heb je ook ambities om nog wat meer te doen of zo? Ik doe nu ook een mediaopleiding. Dus in de radio, televisie kant, dat trekt mij wel heel erg aan. Dus ik wil wel die kant op gaan. Dus wie weet zien we je nog wel hoger of niet. Ja. We willen je natuurlijk niet kwijt hier, hè? Nee, misschien. Ik blijf het nog wel voor een tijdje doen. Nogmaals, heel erg gefeliciteerd en geniet lekker nog van de avond. Ja, dankjewel.